Hoe lang gaat u dat volhouden, die massale controles en die invallen bij clubhuizen en arrestaties? Nou, we hopen dat de activiteiten die we nu ondernemen, dat die afschrikwekkend genoeg zijn voor de motorclubs. Dat zij zich gaan realiseren dat het grondgebied is waar het openbaar bestuur de orde voert en niet de motorbendes. Massale politie inzet, ME ook, ook in de kerkraden, dat dichtspijkeren van een pand. Dat lijkt me niet iets wat u maandenlang kunt volhouden, zeker met de politie die toch al onder druk staat. Nou ja, het helpt heel erg dat we nu nationale politie hebben, waardoor je heel snel de capaciteit hier krijgt op het moment dat het nodig is. Maar dat betekent dat als de directe crisis achter de rug is, dan gaat iedereen gewoon weer naar zijn eigen regio terug. En dan heb je eigenlijk te weinig capaciteit inderdaad om dit soort zaken te voorkomen. Ja. Betekent u dat u dan meer agenten graag zou zien komen als dit aanhoudt? Nou, de veiligheidsproblematiek in Limburg is zodanig dat we extra capaciteit nodig hebben. Dat weet de minister ook. Weet de Tweede Kamer ook. Die hebben er ook over geïnformeerd. Je ziet steeds meer dat activiteiten grensoverschrijdend zijn hier. En dat met name als het gaat om informatievoorziening, recherchecapaciteit richting Duitsland en België. Ja, dat het gewoon hele langdurige trajecten zijn waar je meer mensen voor nodig hebt. Ja. Hoeveel mensen en wat voor mensen heeft u nodig? Ja, we hebben vooral mensen nodig in de recherchecapaciteit. Om de dossiers ook gewoon sluitend te kunnen maken. Zodat je een zaak ook volwaardig bij de rechter kunt brengen. En goede veroordeling kunt afdwingen. Over hoeveel rechercheurs heeft u dan? Over aantallen laat ik me niet uit. Dat weet ik ook niet. Daar gaat het mij ook niet om. Het gaat mij om dat het werk gewoon goed gebeurt. Dat moet de politie en het Openbaar Ministerie op zich nemen. Ja. Als u dat niet krijgt, wat betekent dat dan voor politiewerk of voor de veiligheid? Nou, je ziet als het gaat om de veiligheid in Limburg, met name Zuid-Limburg, dat we vergelijkbaar zijn met de cijfers in de Randstad. Dat is nu niet het beeld wat mensen hebben, dat willen we ook zeker niet. Dus we willen zeker niet dat het publiek er last van krijgt. Maar het is natuurlijk wel zo dat er op een gegeven moment een grens begint te komen aan wat wij kunnen doen met de mensen die we hebben. Al is het maar voor de belasting van onze eigen mensen. Ja. Maar u zegt dus als we deze crisis aanhoudt, dan zal er toch wat recherche deze kant op moeten komen. Ja, je ziet dat zowel de motorclubs, maar ook de cannabis, de mensenhandel en andere activiteiten sterk aan toenemen zijn. En die willen we een halt toeroepen en daar hebben we voldoende capaciteit voor nodig en die hebben we nu onvoldoende. Maar dat lijkt erop dat u ook wel redelijk zicht heeft in hoeverre u dan onvoldoende heeft op dit moment. Ja, het gaat er mij om dat ik als regio-burgemeester voor heel Limburg kijk hoe zijn de cijfers, hoe ontwikkelen de cijfers hier. Ik zie dat Maastricht bijvoorbeeld op de AD misdaadmeter op 2 blijft staan. Ik zie dat Heerlen op 5 blijft staan. En ik zie dat Sittard-Geleen nu van 21 naar 10 is gekomen. Nou, dat zegt genoeg eigenlijk in het feit dat de aanpak nog steviger moet. We hebben dat als gemeentes aardig onder controle. Maar als het gaat om de uitvoering van het beleid, dan hebben we daar gewoon extra mensen voor nodig. Ja. Betekent u dat dan operationeel niet meer aan kunt? We denken dat we operationeel extra kwaliteit nodig hebben, maar niet alleen op straat, ook op de bureaus hebben we gewoon extra mensen nodig die zorgen dat de dossiers zodanig zijn dat we bij de rechter ook goede veroordeling kunnen afdwingen. U spreekt van torenhoge kosten, wat zijn dat voor kosten? En u spreekt dan ook dat u extra geld nodig heeft. Wat voor bedragen denkt u dan? Nou, ik vind het aan mij niet om bedragen of per se aantal agenten of officieren van justitie te noemen. Dat is aan de diensten zelf. Het gaat mij om dat de cijfers naar beneden gaan. Dat de mensen in Limburg zich veilig voelen. En ook zien dat de veiligheid toe gaat nemen. Ja. Maar de situatie zoals nu, met die massale controles, met de politieke capaciteit zoals u die nu heeft, hoe lang kunt u dat volhouden? Ik hoop dat de crisis niet te lang gaat duren. Je ziet nu wel dat de motorbendes elkaar aan het bevechten zijn op Limburgs grondgebied. Als de acties van ons effectief zijn, dan zou het moeten betekenen dat zij gaan afbouwen en dat wij ook parallel eraan kunnen afbouwen. Ja. Wat dat betreft is het dan eigenlijk wie het langs de volhoudt. Ja, ik denk dat het zo is dat wij als openbaar bestuur laten zien dat wij dit niet tolereren op Limburgs grondgebied. En ik hoop dat zowel de Hells Angels als de Bandidos dat ook zien. En dat zij zich niet verschuilen achter het feit dat zij zomaar motorclub zijn. Maar dat zij zich ook realiseren dat wij precies weten met wat voor activiteiten zij bezig zijn. Dat we dat niet tolereren in Limburg. Ja. Leidt er ander werk onder op dit moment? Op dit moment leidt er geen ander werk onder, omdat we in zo'n crisissituatie extra capaciteit krijgen. Als het zo is dat deze crisis te lang aanhoudt en we onvoldoende capaciteit uit de rest van het land krijgen, ja, dan gaat het werk er natuurlijk wel onder lijden. Welk werk? Inbraken? High impact crimes? Ja, we zijn natuurlijk met veel activiteiten bezig die we proberen te bestrijden. En op allerlei vlakken zullen we dan andere keuzes moeten maken. Ja. Kunnen we die invallen en die grote massale controles, kunnen we die meer gaan verwachten de komende weken en maanden? Het hangt er een beetje vanaf wat de motorbendes zelf doen. Als zij zich gedijst houden, kunnen wij ons ook gedijst houden. Dat betekent dat Limburg weer een stukje veiliger gaat worden als de Bandidos en de Hells Angels als voorbeelden nu. Als die gewoon leuke ride-outs doen en lekker gaan toeren met hun motoren in plaats van criminele activiteiten ontwikkelen hier. Welke signalen krijgt u als burgemeester, als voorzitter van die regio, dat er spanningen zijn tussen die motoren? Er wordt gesproken, er zijn signalen over dat die clubs zich aan het bewapenen zijn. Krijgt u er signalen van?
Het is zo dat wij een continu overleg hebben tussen politie, openbaar ministerie en het openbaar bestuur. Dus dat betekent dat de 33 burgemeesters in Limburg continu contact met elkaar hebben om zoveel mogelijk gegevens uit te wisselen. De details daarvan kan ik natuurlijk niet voor de camera vertellen. U sprak een aantal weken geleden over het verbod op chapters. Hoe ziet u dat precies voor zich? Want een verbod op motorclubs is niet mogelijk. Waarom zou een afsluiten van een afdeling dan wel mogelijk zijn? En hoe wilt u dat precies doen? Ja, het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar aangegeven dat ze willen proberen om chapters te gaan verbieden. Dat kan alleen maar als je kunt aangeven dat de leden van dat chapter ook in georganiseerd verband criminele activiteiten ontwikkelen. Als dat zo is en we dat kunnen bewijzen, ja, dan zal de rechter ook zo'n chapter mogelijkwijs kunnen gaan verbieden. En ik hoop dat we wel een keer zo'n bewijs op tafel kunnen leggen. Bent u daar op dit moment dossiers over op en bouwen? Ik kan natuurlijk niet weten en zeggen waar het OM en waar de politie exact mee bezig zijn. Maar we zijn natuurlijk wel verscherpt bezig om de motorbendes in de gaten te houden. Omdat ze gewoon veel te ver aan het gaan zijn. Ja, want een inval in een clubhuis in Sittard bij de Bandido's met twee aanhoudingen, dat heeft dan niet veel opgeleverd om zo'n chapter te verbieden. Iedere aanhouding, iedere inval levert weer informatie op.